Welkom bij de presentatie waarin ik u iets zal vertellen over een project dat onderdeel is van het Topfit Citizen Lab. Het gaat om de pilot Veilig en Gezond Ouder Worden in Schelvorst, die vorig jaar van start is gegaan en nu ongeveer een jaar onderweg is. Het is een project, een citizen science project, waarin inwoners samen met onderzoekers van Universiteit Twente, Saxion, ROC, organisaties uit de wijk, GGD Twente, gemeente Almelo en MKB-bedrijf Langzultewonen burgerwetenschap bedrijft. En waar de onderzoeksvraag centraal staat, hoe worden oudere inwoners veilig en gezond ouder in hun eigen woonomgeving, in Schelvorst in dit geval. Mijn naam is Maria Walters, ik ben directeur van Langzultewonen, een Enschedees MKB-bedrijf dat zich bezighoudt met vraagstukken rond ouder worden wonen, welzijn en zorg en wellicht bekend van de campagne Langzultewonen. Maar we geven ook beleidsadvies, doen projectmanagement en doen heel graag samen met anderen onderzoek. Wat gaan we doen? Ik zal kort iets vertellen over de wijk Schelvorst en daarna iets over de stappen die onderzoekers en al die betrokken partijen samen hebben gezet het afgelopen jaar. We zullen enkele ervaringen delen, nog geen resultaten, want we zitten in de afronding van het onderzoek. En we benoemen enkele uitdagingen van het project en we kijken vooruit. De wijk Schelvorst is een wijk in Almelo met ongeveer 10.000 inwoners. Het is gebouwd in de jaren 70 en vergrijst sterk. Er zijn veel voorzieningen, zoals een groot winkelcentrum, wat heel erg goed loopt, een wijkgebouw, een gezondheidscentrum enzovoort. Er is ook een heel groot park, het Schelvorstpark, en er zijn veel organisaties actief in de wijk. Een groot deel van deze organisaties doet mee in het onderzoek. U ziet ze hier, vooral natuurlijk de senioren in Schelvorst die het initiatief genomen hebben voor dit onderzoek. Met name Rembrandt de Vries heeft hierin een belangrijke rol. De oudere organisatie COSPO, GGD Twente, gemeente Almelo, ook de kerk, zorgorganisaties, de welzijnsorganisatie, corporaties. Zij zijn allemaal belangrijke partijen in dit project. Wat hebben we gedaan? We zijn gestart met het bouwen van het netwerk. We hebben daar verschillende communicatiekanalen voor aangeboord, om mensen te bereiken, om mee te doen. Want het is namelijk belangrijk in burgerwetenschap dat mensen, burgers, actief betrokken zijn. Vervolgens hebben we samen met betrokken burgers antwoorden gezocht op hoe oudere inwoners nu veilig en gezond ouder denken te worden in hun eigen omgeving. Daarvoor hebben we een aantal sessies opgezet. Die sessies zijn opgezet door onderzoekers, want burgerwetenschap is echte wetenschap en moet ook leiden tot echte wetenschappelijke resultaten. Dus die sessies die zijn heel interessant in voorbereiding. En ook in hoe ze uitgepakt zijn, dat gaan we dus ook onderzoeken. En zo waren er toekomstscenario sessie en een sessie met onderzoekers van de GGD Twente aan een ronde tafel. Ook hebben we aandacht voor evaluatie, want belangrijk bij burgerwetenschappen is ook dat je kijkt naar beperkingen en risico's die de type onderzoek heeft. En dat je daar dus op een goede manier rekening mee houdt en dat ook je resultaten daarop controleert. Vooraf hadden we wel een aantal resultaten, beoogde resultaten in ons achterhoofd. Want we wilden wel een aantal dingen bereiken. We wilden allereerst de stem van senioren laten horen. Want citizen science kan dus op een andere manier voor burgers een manier zijn om betrokken te zijn en invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld beleidsvorming. Ze kunnen ook op deze manier bijdragen aan wetenschappelijk bewijs voor allerlei, bijvoorbeeld deze maatschappelijke kwestie van vergrijzing in wijken en buurten. Ook projectpartners hadden interesse. Verschillende projectpartners zijn om verschillende redenen betrokken. Zo wilden we weten bijvoorbeeld of citizen science een interessante vorm kan zijn van burgerparticipatie, voor gemeenten bijvoorbeeld. De GGD wilde graag haar kwantitatieve data uit de gezondheidsmonitor verrijken met kwalitatieve informatie. Dus het verhaal achter de cijfers ophalen bij inwoners.
Voor andere partijen was het ook interessant om te zien of nieuwe inzichten ook nieuwe beleidsinformatie zou opleveren. En Langzaam te Wonen was vooral geïnteresseerd omdat een van de veronderstelde bijproducten of neveneffecten van citizen science is dat er bewustwording bij deelnemers optreedt. En ja, voor ons was het dus interessant om na te gaan of dat ook gebeurt. Omdat Langzaam te Wonen een bewustwordingsaanpak ontwikkelt. Op korte termijn wilden we heel graag ook resultaat in actie. En dat hebben we met studenten van Saxion die een Smart Solutions semester doorliepen gedaan. Zij hebben een onderdeel van het onderzoek opgepakt, namelijk het onderdeel park. Hebben zich gestort op de vraag hoe kan het park bijdragen aan een gezond en veilig ouder worden in Schelvorst. Nou, ik wil even graag met u inzoomen op de sessies. Burgers en onderzoekers hebben samen een toekomstscenario gemaakt voor de wijk. Zij zijn in de eerste dag gaan dromen over de toekomst en hebben op die manier bouwstenen aangeleverd voor een scenario. De onderzoekers hebben dit scenario vervolgens samengevat en in een tweede dag is hier over doorgesproken. En wat opvallend was, was dat dit een echt andere manier van nadenken over de toekomst opleverde. Dat het dus een goede manier was om uit de waan van de dag te komen. En dat het voor bewoners ging over hun buurt, hun wijk, hun leven en ook over hun eigen rol die zij denken te kunnen spelen in die toekomst. We hadden een tijdframe tot en met 2030 en je ziet ook op de foto dat we dat ook echt in een tijdpad hebben uitgezet. Alle op- en aanmerkingen, ideeën van bewoners hebben daar een plekje gekregen. Een andere sessie was die met de onderzoekers en medewerkers van GGD Twente. Zij gingen zelf in gesprek met wijkbewoners over de uitkomsten van de GGD Gezondheidsmonitor. De GGD Gezondheidsmonitor verschijnt eens per 4 jaar en ook recent was die uitgekomen. En ook voor de wijk Almelo waren er allerlei cijfers opgehaald. Die hebben we voor bewoners kort samengevat in een factsheet en die zijn aan 3 verschillende thema's gekoppeld, aan 3 verschillende tafels besproken. De 3 thema's waarover gesproken werd waren zingeving en ontmoeting, wonen en leefomgeving en de gezonde leestaal. Op deze manier is met inwoners gesproken over gezondheid, over een brede kijk op gezondheid, oftewel positieve gezondheid. Ontstonden allerlei hele open en eerlijke gesprekken. Wat we wel gezien hebben is dat met name mensen met een hogere sociaal-economische positie en vooral ook mensen met een eigen woning, dus woningeigenaren, aan het gesprek deelnamen. Dus dat is voor een volgende sessie belangrijk om te kijken hoe we dat kunnen ondervangen, zodat ook mensen met bijvoorbeeld een huurwoning aan tafel komen. Ik zat zelf vanuit Langzaam te Wonen ook bij een tafel, namelijk die over de wonen- en leefomgeving. En had het idee dat in de gesprekken wel degelijk bewustwording tot stand kwam. En ook een idee over hoe je eigenlijk later zou willen wonen als je ouder bent. Ervaringen tot nu toe. Zoals gezegd, geen resultaten, maar ervaringen. De resultaten komen later en daar wordt over gerapporteerd door de onderzoekers. Wat ons is opgevallen is dat de netwerkvorming, de netwerken waren er natuurlijk al, maar die hebben een zetje gekregen. Zo is bijvoorbeeld het verpleeghuis meer betrokken geraakt bij wat er al gaande was in de wijk. We hebben ook gezien dat er een soort sneeuwbaleffect was, namelijk initiatieven die al, waar mensen al over nadachten, die melden zich vervolgens ook bij de groep bewoners die in Citizen Science inmiddels actief was. Dus er is iets in gang gezet en door dit project, dit Citizen Science project, gingen ook andere bewoners en projecten of mensen met projecten zich actiever opstellen. Wat we verder gezien hebben is natuurlijk dat, dat het parkonderzoek
echt aanknopingspunten biedt voor vervolg, waar ook inwoners en gemeenten samen mee verder aan de slag kunnen. Dus dat is echt heel mooi. En ook de scenarioaanpak en de rondetafelgesprekken zijn geslaagd. Ze maken discussie los over het hier en nu. Ze maken gesprekken mogelijk ook over hoe je samen dit soort vraagstukken aanpakt. En de uitkomsten van de sessies die volgen later. Uitdagingen. Nou, die zijn er zeker. Want zoals gezegd, hoe betrekken we inwoners met een lagere sociaal-economische positie? Daar hebben we een plan voor en dat gaan we ook doen. We onderzoeken nu ook hoe inwoners het deelname-citizen-size gevonden hebben. Hè, wat hun ervaringen zijn. Vonden ze het leuk en leerzaam? Maar ook, hoe kunnen we ze in de toekomst beter ondersteunen in hun rol als burgerwetenschapper? Eigenaarschap. Eigenlijk zou er een vraagteken achter moeten staan. Want wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk of eigenaar voor het veilig en gezond ouder worden in de wijk? Dat eigenlijk gaandeweg bleek dat het iets is waar heel veel partijen zich voor inzetten. En dat het dus ook niet heel eenvoudig is om te zeggen, die partij is daar eigenaar van. Dus we zien dat zelfstandig wonen, thuiswonen, een maatschappelijk thema is waar de verantwoordelijkheid tussen partijen ligt. En dat eigenlijk citizen science, zoals wij dat nu gedaan hebben, echt een mooie manier is om dat ook met elkaar helder te krijgen. En ook te zien wie kan doen en wil bijdragen. De rol van de gemeente was in dit project een andere dan vaak gebruikelijk. Hè. Gemeente is vaak opdrachtgever, maar in dit geval was de gemeente deelnemer. En dat is ook een andere rol dan die we van de gemeente gewend zijn. In elk geval iets om ook verder over na te denken. Ook in het kader van, is dit nu een vorm van burgerparticipatie of niet? Genoeg om nog verder uit te zoeken. In elk geval, algemene zin zou je kunnen zeggen, hartstikke leuk die citizen science. En vooral ook de uitdaging om ervoor te zorgen dat je alle deelnemers aan citizen science een gelijkwaardige rol geeft. Dus zowel professionele als burgeronderzoekers met al hun verschillende achtergronden. Hoe verder? We hebben lange adem nodig. Dat is wel wat we gemerkt hebben. We zijn nog maar een jaar onderweg. Dus eigenlijk lange adem, maar ook langere adem. We hebben gezien dat het opbouwen van het netwerk tijd kost. Om mensen mee te laten doen, om ze te bereiken. Corona hielp daarbij overigens ook niet. De opbrengsten van citizen science, die kun je pas op langere termijn zien. Hebben de sessies nu geleid tot meer bewustwording? Gaan mensen daardoor nu ook ander gedrag laten zien? Hè? Helpt het in de preventie? We kunnen dat dus nu op dit moment nog niet zeggen. Wat we wel zien is, of ervaren hebben, is dat citizen science en het Citizen Lab echt een plek en proces is om met burgers maatschappelijke problemen op een wetenschappelijke manier aan te pakken. Burgerwetenschappers zijn positief en dat geldt ook voor gemeenten, GGD Twente, zorgprofessionals en lang zult u wonen. Dank u voor uw aandacht.